Illustreer op die volgende diagram die invloed van een afname in productiviteit op prijs en productie in die ADHS-model. Onthou om jou diagram bijskrifte te geven. Ons werk met die ADHS-model, so verticale as, prijs, horizontale as, inkome. Ons AD-kromme en ons AS-kromme. Waar die twee snij, het ons die evenwichtsvlak van prijzen en dan ook die evenwichtsvlak inkome vlak. Nou goed, gegeven hierdie model, moet ons die effect van de afname in productiviteit toon. Die eerste besluit wat ons moet neem is, affecteer die afname in productiviteit totale vraag of totale aanbod? Totale vraag? Dit is nou al die goed wat vraag beïnvloed. Verbruiksbesteding, investeringsbesteding, overheidsbesteding en netto uitvoer. Productiviteit beïnvloed die koste van productie. Daarom is dit een aanbodskant effect. Afname in productiviteit impliseer dat daar toename in koste van productie is. En die toename in koste van productie wordt voorgesteld door een opwaartse verschuiving van die AS-kromme. Koste van productie is hoër en ons bereik een nieuwe evenwichtsprijsvlak, sê maar P1, en die inkome vlak verminder tot I1. Goed, gegeven dit, nou kan ons kyk, het ons die vraag beantwoord. Illustreer die effect van de afname in productiviteit op prijzen en inkome in die ADHS-model. Ja, ons werk met die ADHS-model, totale vraag, totale aanbod, prijs op die verticale as, die inkome vlak op die horizontale as. Die toename, die verskuiving in totale aanbod, stel die afname in productiviteit voor, en die afname in productiviteit leidt tot een verhoging in die prijsvlak en een vermindering in die inkomenvlak.